Wij zijn hier bij Lea Manders, fractievoorzitter, Arnhem Centraal. Wij vroegen naar de reactie op het vertrek van Martijn van Butselaar als fractievoorzitter bij Arnhem Centraal. Vijf maanden geleden gaf Martijn van Butselaar, fractievoorzitter van Arnhem Centraal, aan dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de kieslijst Code Oranje voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe was uw reactie op dat moment? Nou, we hebben gezegd dat mag binnen Arnhem Centraal, maar je moet het strikt gescheiden houden. En Martijn heeft toen ook intern gesproken met het bestuur, want het bestuur is degene die ja of nee zegt. En bij ons mag dat gewoon, mits strikt gescheiden blijft. Uiteindelijk heeft het geleid een goed overleg om uit elkaar te gaan, begrijp ik? Dat klopt inderdaad. Hij heeft zelf op een gegeven moment die knoop doorgehakt om te zeggen, ik stap op. Wij vonden wel dat als je zo de afspraken niet nakomt, dat het dan beter is om ook de consequentie te trekken. En te zeggen, ik wil alle vrijheid hebben, neem die vrijheid dan. Zijn jullie nog gevraagd door Groep de Mos als lokale partij? Omdat ze natuurlijk de ombudspolitiek in dan gaan nemen. Ik heb zelf in de zomer een gesprek gehad met de voorzitter van Code Oranje. Die heeft mij toen ook benaderd. Mogelijk kandidaat, als partij samenwerkend met hun. Maar toen hebben wij ook gezegd, de toestanden rondom de mos, daarom willen wij sowieso hier niet in meegaan. En hebben wij sowieso de onzekerheid van hoe gaat dit uitpakken. Toen was nog niet helemaal zeker of de mos de nummer 1 zou worden. Maar dat was in ieder geval voor mij persoonlijk de reden om te zeggen van dat moeten we niet doen. En dat heeft de fractie toen ook zo gevonden. Is er al een nieuwe fractievolger bij de Arnhem Centraal? Ja, er waren de laatste 3 maanden, dus dat was eigenlijk al voordat dit echt ging spelen, al 2 heren die de ambitie hadden om fractievolger te worden, die hebben ook de afgelopen maanden meegelopen met de fractie. Dus we hadden natuurlijk ook het geluk dat we weer 2 fractievolgers mee hebben kunnen nemen nu.